dit weekend lekker bij mama logeren. Dat betekent dat wij saampjes lekker vegan gaan koken. Nou, we zijn begonnen met een heerlijk grote pan soep met winterpeen, bleekselderij, courgette, uitjes, citroentjes ertussen, heerlijke kruiden. En mama is spinazie aan het stomen, want ze gaat lekker een heerlijk gerechtje maken, wat ik strakjes zal laten zien. Nou, spinazie, boordevol ijzer, mineralen dus, en hartstikke gezond voor je. Nou, dit wordt smullen. Dus dan hebben we in ieder geval een soep voor de maaltijd. En heerlijke spinaziegerecht. En daarna gaan wij zo verder met andere gerechten. Nou, dit is mama's keuken, mama's oven. Nou, zoals je ziet, mama's aanrecht. Nou, we gaan ook aardappelen koken. Zoals je ziet. Want ik heb zin om heerlijke, ja, knapperige aardappelen te maken straks. En in de oven te doen. Knapperig maken en met kruiden erin. Verder ga ik heerlijke frisse salade maken. Zoals je ziet, krop sla, radijsjes erbij. 1 tomaatje. Courgette ga ik erin doen. Paprika ga ik erin doen. En dat wordt smullen. Nou, de courgette ga ik gewoon lekker in kleine slierten snijden. Want ik heb hier niet mijn slierten snijden. Nou, dat was het voor de maaltijden. Nou, grappig genoeg kwam ik erachter dat ze bij Albert Heijn dus courgette spaghetti verkopen. Nou, zoals jullie al wisten van mijn andere video's maak ik het echt allemaal zelf. Dus ik koop dat niet, maar ik vond dit in de koelkast bij mama. Nou, heel interessant dat ze dat verkopen. En bloemkolenrijst. Nou, heel erg interessant ook. Echt goed voor vegans en voor mensen die absoluut geen gluten kunnen hebben. En toch heerlijk, ja, rijst willen of een pasta willen. Nou, rijst is natuurlijk glutenvrij, maar je hebt toch mensen die daar intolerant voor zijn. Nou, mama's gerecht is klaar. Nog eventjes een snufje zout. Komijn heeft ze erbij gedaan. Olijfolie heeft ze erbij gedaan. Nou, heerlijke groene doperwten heeft ze ook gestoomd en een beetje gewokt. Nou, het ziet er heerlijk uit en gezond en natuurlijk lekker. Goed, soep is bijna klaar zoals jullie zien. Lekker gaar. Nou, de aardappelen zijn lekker aan het koken. Ik heb ze verdeeld in 2 pannetjes. Met de sla ben ik ook klaar. Ik heb de courgette gedaan zoals je ziet. Tomaten gedaan. Kropsla heb ik gedaan. Citroen heb ik gedaan. Olijfolie heb ik gedaan. En het ziet er heerlijk uit. Goed, salade is gekruid. Nogmaals, ik heb olijfolie in gedaan. Zeezout heb ik erin gedaan. Nou, radijsjes zit mama klaar te maken zoals je ziet. Die gaan er straks ook bij. Dat ga ik apart serveren, zeg maar. En even kijken, wat heb ik nog meer bij de sla gedaan? Ja, dat was het zo'n beetje. In ieder geval heel belangrijk, de bouillon. En dan heb je ook een heerlijke smaak erbij. Moet je kijken, het ziet er echt heerlijk vers uit. De kropsla is volgens mij van Albert Heijn. Is heerlijk knapperig. Dus wij gaan zo lekker genieten. Goed, soep is klaar. Het ziet er heerlijk uit. En dus nu gaan we lekker eten. We hebben al geserveerd. Nou, eettafeltje van mama. Zoals je ziet, we hebben sla. Nou, die ga ik lekker serveren voor ons beiden. De dametjes, mijn zusjes, die komen latertjes pas thuis. Dus dan ga ik en mama alvast heerlijk genieten van de sla. Nou, radijsjes voor mama, want zij is er heel erg dol op. Plus radijsjes zijn hartstikke goed en gezond natuurlijk. Nou, dan serveer ik ook natuurlijk voor mezelf. En dan gaan we zo even lekker genieten. Spinaziegerecht ook geserveerd en voilà. We zijn klaar beide om lekker te genieten van onze heerlijke gerechten. Lekkere knapperige salade met radijsjes. Lekkere winterpeensoep.
en spinaziegerecht. En ja, heerlijk gaan wij lunchen. Goed, dan gaat het proeven natuurlijk beginnen. Ik begin met deze heerlijke knapperige salade. Lekkere kropsla. Heerlijk. Lekker fris hoor, echt. Heerlijk die kruiden, bouillon, zout, olijfolie. Ja, goddelijk lekker. Nou, soepje, even kijken of het lekker is. Ja hoor, verrukkelijk. Nu mama's gerecht. Heerlijke spinazie met doperwten. Heerlijk, ik ga het natuurlijk ook proberen. Eventjes serveren voor mezelf. Och, zit er echt. En het ruikt ook gewoon. Ja, het ruikt zeer lekker. Mama helpt me even met opscheppen. Zeer lekker ruikt het. Nou, ik ga proeven. En ik heb ook de recept ook meteen opgeschreven. Mijn mama heeft de recept aan mij gegeven. Ja, goddelijk lekker hoor. Echt, het is overdrijf niet. Heerlijk gekookt samen. Goed, voor avondeten hadden we nog sla over. Dus daar heb ik nog extra kruidenmix bij gedaan. Koriander en peterselie. Dus ziet er heerlijk uit. Nou, daarna heb ik een zoete aardappel taugay wrap gemaakt. Met heerlijke kruiden, rode uitjes, olijfolie en curry. Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie het hebben leuk gevonden. Als dat zo is, geef dan een thumbs up. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. Want dan help je en assisteer je de Vegan Lounge kanaal natuurlijk ook. En hebben andere mensen en andere publiek de kans om ook deze geweldige recepten te bekijken en ook zelf thuis te maken. Nou, dan wens ik jullie natuurlijk een hele, hele fijne zonnige dag. Vergeet niet te abonneren op veganlounge.nl. Klik op de rode button onder de video. En niet te vergeten het belletje daarnaast, zodat jullie een notificatie krijgen zodra ik weer een hele leuke video voor jullie heb geüpload. En tot ziens. Dag! Abonneer op veganlounge.nl.